weet je waar ik aan zat te denken namelijk? Aan files. Daar heb je geen last van. Geen files meer. Welkom bij Girls in Charge. In deze serie ga ik op een bijzondere manier met 6 meiden in gesprek over hoe zij reizen in de toekomst zien. In deze aflevering ga ik het hebben over hun droomreis. Gezellig dat we samen iets gaan bouwen, of tenminste samen jullie gaan in 2 teams iets bouwen wat alles te maken heeft met reizen. Reizen in de toekomst. Ja, dat klinkt best wel spannend. Daar kan je van alles bij bedenken, of niet? We hebben al wel iets van een idee. Oké, wat is dat maar idee? Maar kan ons nog vliegen? Nou, het zweeft wel, maar we gaan nog niet helemaal zeggen. Want je ziet het pas als het af is. Als het af is, precies. Maar het gaat wel door de lucht. Ja. Okay, ja. Dat is wel heel goed. En bij jullie, weten jullie al een beetje wat er gebeurt? Ik denk een soort van bus of zo, busauto. Oh, dat je onderweg ook van alles kan doen. Ja. Nou, overleg nog maar even, dan kan je zo gaan beginnen. Weet iedereen wat hij gaat doen? Hebben jullie overleg gehad? Wie wel? Ja. Oké. Denken jullie dat we in de toekomst ook nog wel gaan fietsen? Nee, echt niet. Nee, fietsen bestaan niet meer. Die bestaan gewoon niet. Dat wordt verboden in de toekomst. Ja. Je krijgt een boete als jij nog op de fiets zit. Je krijgt ook een boete als je nog een fiets hebt. Ja. En wat gebeurt er met die fietsen dan? Hoe moet je je dan verplaatsen? Iedereen op de wereld die krijgt een gratis zweefvoertuig. Dan kan je op een knopje drukken en dan kan je praten en dan zeggen waar je naartoe wilt. Dus zit dat 1 seconde verplaatsapparaat, zweefding ook in jullie voertuig? Nee, wij hebben bedacht, we gaan een zwevend zwembad maken. Oh. Dus we gaan een zwembad maken en dat zweeft. En Jesslyn, jullie voertuig rijdt wel gewoon over de weg, toch? Het kan volgens mij ook vliegen. Ja, het kan ook vliegen. Ja. Rijden en vliegen. Maar weet je waar ik aan zat te denken namelijk? Aan files. Mm-hmm. Daar heb je geen last van. Nee? Nee. Die zijn er nog wel, maar wel? Niet vaak meer. Geen files meer. Hé, Ray. Hoe belangrijk is het dan dat we zulke soort nieuwe voertuigen maken? Ja, ik hoop wel dat ze het elektrisch bedoelen, want dat is beter voor het milieu. Is dat wel belangrijk dat het goed is voor het milieu? Ja, want heel veel dieren zijn wel heel erg doodgegaan aan al die CO2. En er komen ook alleen maar meer bosbranden door die CO2, omdat het zo droog wordt dan. Dus daar wil je wel rekening mee houden met het ontwerp. Ja. Maar Noortje, als je dan al die leuke dingen kan doen bij jullie onderweg, moet je dan ook heel veel betalen om mee te gaan? Ja. Niet per se. Is het dan gratis echt? Nee, niet helemaal. Je moet wel gewoon ongeveer 10 euro per uur of zo. Oh ja, oké. We hebben het natuurlijk de hele tijd over voertuigen en voor het reizen, hoe we dat gaan doen in de toekomst. Reizen in de toekomst. Maar ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Waar zou je naartoe willen? Hoe ziet jouw droomreis eruit? Naar een tropisch eiland, een onbewoond eiland die jij misschien minder onbewoond kan maken. Ja. Daar lekker pizza eten. Lekker. Elke dag pizza. Denk je dat we in de toekomst nog veel verder op reis gaan dan dat we nu al doen? Ik denk zoals er al een paar, mensen al op vakantie zijn gegaan naar de maan, denk ik dat ook misschien in de toekomst naar Mars kunnen gaan. Nu zeggen we graag Griekenland, maar dan zeggen we misschien wel Mars. Ja. Een reis om de wereld. Reis om de wereld. Om de wereld. Reizen om de wereld. Zonne-energie. 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 Samen op reis. Samen op reis. Samen. Naar de zon. Naar de zon. Naar de zon. Naar de kou. Tijdmachine. Met een raket. Reizen naar de toekomst. Naar de toekomst. Reizen naar de toekomst. Er zijn in ieder geval nog genoeg plekken die we kunnen
ontdekken. En zeker met de voertuigen die jullie hebben gemaakt, want dit zijn nogal wat spektakelstukken. Waarmee je gewoon kan zweven en kan rijden en kan zwemmen en leuke dingen kan doen onderweg. Ik denk dat jullie dat heel knap hebben bedacht en ook vooral heel goed hebben gebouwd met al dat Lego. Ik heb er wel zin in de toekomst, met al die bijzondere reizen maken. Als het ooit gaat gebeuren, ja, we gaan het meemaken. Maar als je benieuwd bent wat we nog meer hebben gebouwd in de andere afleveringen, kijk die dan op nc.tv.